Bestaat er een medicijn tegen verdriet? Vanuit Versus in Hasselt, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Bestaat er een medicijn tegen verdriet? Ik zie wekelijks mensen die antidepressiva voorgeschreven gekregen hebben om verdriet te verhelpen. Antidepressiva zijn goede geneesmiddelen om een depressie te bestrijden. Maar een depressie is een psychiatrische ziekte. En verdriet is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen die in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen. Verdriet is wat je voelt als er iets gebeurt met een dierbaar iemand. Antidepressiva helpen daar niet voor. Waarom worden ze dan voorgeschreven? Omdat onze samenleving en ook artsen het heel moeilijk hebben om te gaan met verdriet van mensen en daar heel weinig over weten. En meer weten zou heel veel mensen in belangrijke mate kunnen helpen. Een concreet voorbeeld. Het is de dag van de eerste communie en de moeder rijdt met haar dochtertje, enig kind, naar de kapster om haar wat te laten fatsoeneren. Die auto glijdt uit op een olievlek, komt met een klap tegen een paal terecht. Eén bluts in de auto. De moeder is ongedeerd, maar haar dochtertje is op slag dood. Voor beide ouders stort de wereld in. Ze zijn allebei 4 weken thuisgebleven van hun werk. En op een maandagmorgen, na 4 weken, gaan ze allebei terug aan het werk. Die man werkt in een keihard metaalfabriek waar er geen ruimte is voor emoties. De moeder werkt in de keuken van een ziekenhuis, bekend in ons land om zijn palliatieve zorg. Die man komt die maandagmorgen terug op zijn werk en aan de poort van de fabriek staat iemand hem op te wachten die zegt: we moesten u naar het bureau van de directeur brengen voor het werk terug hervat. Man dacht: het bureau van de directeur zal er voor mij niet goed uitzien. Hij komt binnen bij zijn directeur, zegt: zit u even. Hij geeft hem een tas koffie en zegt: de eerste dag komen werken naar wat jullie hebben meegemaakt, dat moet moeilijk zijn. Vertel eens. En laat die man rustig zijn verhaal vertellen. En op het einde zegt hij: weet je, als je straks te moe voelt en het tempo van het werk nog niet aankunt, onderbreek even en zet je wat te rusten. En vraag aan je collega's dat ze ook even het werk neerleggen, dat je van iemand wat aanspraak hebt. En voor deze middag heb ik een kamer gereserveerd naast de cafetaria. Vraag iemand uw eten mee te brengen uit de cafetaria en kies een paar mensen waarmee je goed kunt praten om samen het middagmaal te gebruiken. Als wij u zien onderbreken, moet je niet denken dat wij zullen zeggen: moeten die kerels niet werken. Iedereen op uw afdeling weet dat jij naast het werk hier nu een andere arbeid hebt, namelijk rouwarbeid. Die twee combineren de eerste weken een bijzonder moeilijke opdracht kan zijn. Neem daar de tijd voor die je nodig hebt. Ik heb vorige week een aantal passages voorgelezen voor iedereen van uw afdeling uit een boek over helpen bij verlies en verdriet. En iedereen weet dat dat hier moet kunnen. De vrouw kwam ook de eerste dag erop haar werk, in de keuken van het ziekenhuis. En de chef-kok stond daar ook vriendelijk op te wachten. En hij zei: och, je bent daar terug. En u gaat het ermee. Het al een beetje over, zeker. Het is ook al een hele tijd geleden. Ik heb maar heel veel vuil gemaakt en heel veel laten liggen. Hoe harder u moet werken, hoe sneller u zult vergeten en te boven komen. Die man is geleidelijk aan terug zijn job ingegroeid. De vrouw is 's avonds als een wrak thuisgekomen. Ze is nooit meer teruggekeerd naar dit ziekenhuis. Hoe komt het dat de directeur van dat metaalfabriek zo zinvol kon reageren? De huisarts was bij die mensen op bezoek geweest de dag na het ongeval en had een boek mee, Helpen bij Verlies en Verdriet. Die moeder zei: dat boek heeft ons van de ondergang gered. En toen die huisarts hoorde in welke zitting beide ouders werkten, heeft de directeur van de metaalfabriek opgebeld en zegt: lees dat boek en doe daar iets mee naar je werknemers. Want anders zal die man zich nooit meer kunnen thuisvoelen in dat bedrijf. Maar die huisarts vond het niet nodig om een ziekenhuis op te bellen met zoveel geneeskundige specialisten die veel beter zouden weten dan een huisarts hoe ze daar moesten mee omgaan. Maar de chef-kok van de keuken wist het niet. Meer weten zou ons allemaal kunnen helpen. En wat zou iedereen dan moeten weten over verdriet en verlies overleven? Verlies overleven is rouwarbeid verrichten. En dat woord is eigenlijk een belangrijk woord, want het drukt uit dat het gaat om werken. Emotionele arbeid, die een serieuze belasting betekent voor het lichaam en voor de geest. Nu, elke arbeid die wij te verrichten hebben, kan je opdelen in taken. Ook de rouwarbeid kan je opdelen in 4 verschillende taken. En bij elk van die taken kan je mensen helpen en kan je mensen voor de voeten lopen. Wat zijn die taken van die rouwarbeid? De eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Als iemand komt te sterven, zitten mensen altijd een beetje met het gevoel dat dit kan toch niet. Toch niet mijn moeder, toch niet mijn kind. En mensen duwen als het ware die werkelijkheid, die te zwaar is om onder ogen te zien, van zich af. En mensen menen als het ware die overledene nog te zien en te horen. Een vrouw zei, kwam het ouderlijk huis binnen. Ik zag mijn moeder daar zitten, op haar bank naast het vensterraam. Haar moeder was al 10 dagen begraven, maar ze zag haar daar zitten. Het kan dus een hele tijd duren voor die volle werkelijkheid tot het in het leven van mensen doordringt. Hoe kunnen we nu mensen helpen bij de eerste taak? Door ervoor te zorgen dat ze correcte uitleg krijgen over wat er is gebeurd. En die uitleg moet meerdere keren worden herhaald. Het is niet om je het 1 keer zegt dat dat ook doordringt. Men moet mensen meerdere keren hun verhaal laten vertellen. Want het vertellen over van die stukjes van de puzzel geleidelijk aan op hun plaats. Men moet mensen helpen om afscheid te gaan nemen van overledenen. Zodat die werkelijkheid ook werkelijkheid kan worden. Ook kinderen. Ook kinderen moeten uitleg krijgen. Ook kinderen moeten de kans krijgen om afscheid te nemen van overledenen. Want kinderen moeten diezelfde taken door als volwassenen. Eén keer die werkelijkheid begint door te dringen, staan mensen voor een tweede taak. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren. En alles wat men doet om die pijn te vermijden, is verlengen van het rouwproces. En dat is wat antidepressiva doen. Het rouwproces vaak verlengen. Telkens mensen geconfronteerd worden met iets wat aan die persoon doet denken, worden ze geconfronteerd met de pijn van het verlies. Die zondagavond waarop ze anders gezellig samen waren. Die lege stoel 's middags aan tafel. De eerste keer kerstmis, nieuwjaar zonder die andere. Maar ook het eerste sneeuwklokje in de tuin. De eerste krokus, de eerste mooie lentedag kunnen in alle hevigheid de pijn om het verlies oproepen. En die pijn komt naar buiten in lichamelijke pijnscheuten die je overal in je lijf kunt voelen. In golven van verdriet die komen en die gaan als de golven van de zee. In extreme vermoeidheid. Je bent rouwarbeid aan het verrichten. Je kan doodmoe zijn en niet vooruit kunnen. Die pijn komt naar buiten in gebrekkige concentratie. Je gaat de trap op naar boven en je weet niet meer waarvoor je de trap op aan het gaan bent. Je kan niets onthouden. Die pijn komt naar buiten in boosheid en in agressie en in irritatie. In schuldgevoelens en in schaamtegevoelens. Wat is helpen bij die tweede taak? Het onderwerp durven blijven aan te raken. Zodanig dat je mensen niet alleen laat afrekenen met die pijn, maar in zorgzaam contact met andere mensen. En mensen het gevoel geven dat al die emoties die ik zojuist genoemd heb, normale reacties zijn van normale en evenwichtige mensen. En heel moeilijk is vaak die boosheid en die agressie. Ik hoor mensen vaak zeggen, ik dacht dat wij een betere relatie hadden. Die boosheid op elkaar heeft niets te maken met een slechte relatie. Maar heeft alles te maken met een goede relatie. Hoe dichter je bij elkaar staat, hoe meer dat je bovenop je eigen pijn ook de pijn van die anderen voelt. En pijn komt in boosheid naar buiten. Als kinderen hebben jullie dat allemaal geweten. Je moet eens kijken wat kleine kinderen doen. Een kind leert lopen en loopt met zijn knie tegen een tafelpoot. Doet een kind, stoute tafel, stoute tafel. Die pijn aan die knie komt in boosheid naar buiten. De pijn van het verdriet komt ook in boosheid naar buiten. Een ander moeilijk gevoel zijn die schuldgevoelens. Had ik gisteren een uur langer bij mijn moeder gebleven in het woonzorgcentrum, dan was ik erbij geweest als ze gestorven was. Ik voel me zo schuldig. Mensen zeggen dat je mag je niet schuldig voelen. Je moet aan mensen duidelijk zeggen dat ze zich wel schuldig mogen voelen. Maar dat ze niet schuldig zijn. Schuldgevoelens en met liefde en met verantwoordelijkheid te maken. En schuldgevoelens moeten mogen uitgesproken worden, telkens weer opnieuw, zodanig dat mensen ze kwijtraken. Opgekropte schuldgevoelens zijn levensgevaarlijk. Enkele jaren geleden heeft een jongetje van 6 in de Ardenne een huis in brand gestoken en in die brand zijn 2 kinderen verkoold achtergebleven. Toen de politie dat kind aansprak, was de eerste zin die dat kind zei: en ik heb een jaar geleden papa ook al doodgedaan. De papa van dat kind was een jaar tevoren aan kanker gestorven. En het kind voelde zich schuldig. Die schuldgevoelens hebben hier van binnen zitten koken en kolken. Ze zijn ontploft in het in brand steken van een huis waar 2 kinderen het leven hebben verloren. Men had die 2 sterfgevallen kunnen voorkomen. En dan kom ik bij die derde taak. En die derde taak is je aanpassen aan de wereld zonder die persoon. Telkens je wordt geconfronteerd met iets wat die persoon deed, sta je voor de opdracht je aan te passen aan de wereld zonder die persoon. En dat is nooit voor 2 mensen precies hetzelfde. Als 3 kinderen hun moeder begraven, ook al is het dezelfde vrouw die wordt begraven, dat is niet dezelfde moeder voor die 3 kinderen. Elk heeft daar zijn of haar moeder van gemaakt. Hoe kan je helpen dan bij die derde taak en weten wat je kan doen als dat telkens anders is? Wel, helpen bij die derde taak is luisteren naar het verhaal van mensen. En in het verhalen over help je mensen opnieuw op verhaal komen in het leven. En dan komt men aan die vierde taak. En die vierde taak is opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren. Ook een heel moeilijke opdracht. Opnieuw leren genieten. Maar het is pas de 4e taak. En herinneringen levendig bewaren. Hoe kan je herinneringen bewaren als iedereen het onderwerp doodzwijgt en als niemand er meer over praat? Dus herinneringen helpen ophalen is helpend voor mensen. Verlies overleven is dus rauw arbeid verrichten en dat bestaat uit die 4 belangrijke taken. En bij elk van die taken kunnen we elkaar helpen. Verlies overleven heeft niets te maken met vergeten. Wie van jullie zal ooit vergeten dat je een vader en moeder hebt gehad? Dat kan toch niet? Het heeft niets te maken met loslaten, maar met anders leren vasthouden. Leren vasthouden in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid. Want wat is sterven anders dan verhuizen van de buitenwereld naar het hart van alle mensen die van je houden? En het heeft niets te maken met ben je er nu over, is het nu voorbij. Het heeft alles te maken met dit verlies. Een plaats geven in je leven waar het met je meegaat gedurende gans je verder leven. Het gaat met je mee zoals je schaduw je overal in het leven vergezelt. Beste mensen, bestaat er een medicijn tegen verdriet? Eigenlijk wel. Het beste medicijn is luisteren naar het verdriet van mensen. En daarmee kunnen we mensen helpen om verdriet te overleven. Ik dank jullie.